Doe deze drie tips om meer spiermassa op te bouwen. Als eerste wil je focussen op progressie maken in je trainingen. Want wanneer jij er niet voor zorgt dat jij zwaarder gaat trainen of moeilijkere oefeningen gaat doen, heeft jouw lichaam ook geen reden om sterker te worden, spiermassa op te bouwen. Dus ga niet zomaar wat doen in de sportschool, maar weet wat voor schema je volgt en probeer daarin progressie te maken over de maanden heen. Als tweede wil je ongeveer 2 gram per kilo lichaamsgewicht eten aan eiwitten. Want eiwitten zorgen ervoor dat je herstelt, dat je spieren daarbij kunnen groeien. En daarbij is dus ook belangrijk dat je voldoende binnenkrijgt. Dus wanneer jij 70 kilo bent, moet je ongeveer 140 gram eiwitten per dag eten. De derde tip is dat je 200 tot 400 calorieën meer wilt gaan eten dan dat je verbrandt. Zodat je rustig kan aankomen en je ook genoeg voedingsstoffen hebt om spiermassa op te bouwen. Maar ook niet dat het zo snel gaat dat je veel vet gaat aanmaken waar mensen ook de fout in gaan. Vergeet de reel niet op te slaan en te delen met iemand die meer spiermassa wilt opbouwen.